jongens en meisjes. In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je kan aftrekken tot 20. We gaan beginnen met een getalletje boven de 10. En we gaan er de eenheden van weghalen. Onze uitkomst moet ook nog steeds een getalletje zijn boven de 10. We beginnen met 15. We leggen 15 op de plaatswaardekaart. 15 splits ik in 10, is een tiental, en 5 eenheden. Zo, wat moet ik nu verder doen? Ik moet er 3 eenheden van weghalen. Waar ga ik mijn 3 eenheden van wegnemen? Van mijn kolommetje van de eenheden. Ik doe 3 eenheden weg. 5 min 3. En ik heb er nog 2 over. Pas op, ik mag mijn tiental niet vergeten er terug bij te tellen. Dus 15 min 3 is 12. Volgende oefening. 18 min 6. Ik begin met 18. Ik leg 18 op mijn plaatswaardekaart. 18 splits ik in 10 en 8. 1 tiental en 8 eenheden. Ik moet 6 ervan wegnemen. Dat zijn 6 eenheden. Waar ga ik mijn 6 eenheden van wegnemen? Van mijn kolom van de eenheden. Ik heb er al 8 en ik doe er 6 weg. 5, 6. Hoeveel heb ik er nog over? Ik heb nog 2 eenheden over, maar ik heb ook nog een groepje van 10 dat ik er terug moet bijtellen. Dus 18 min 6 is 12. Dit is de laatste oefening dat ik jullie toon. Lees maar met mij mee. 17 min 4. Met welk getalletje begin ik? Goed, met 17. Ik maak 17 op mijn plaatswaardekaart. 17 is... een groepje van 10 en 7. Wat moet ik nu nog doen? Ik moet er nog 4 wegnemen. Heel goed, ik neem er 4 weg. Waar ga ik 4 van wegnemen? Goed, van mijn eenheden. 1, 2, 3, 4. Ik heb er 4 van weggehaald van mijn 7. Hoeveel heb ik er nu nog over? 3 en 10. Ik heb er nog 13 over. Je kan dit ook goed zien door hier eens het tiental weg te nemen en dan heb je de eenheden over. Jullie mogen ook eens aan de slag met deze oefeningen. Jullie mogen ook jullie plaatswaardekaart erbij nemen, jullie blokjes en jullie rekenbundeltje voor deze week, voor week 8. Hier staat het stappenplan hoe je de oefeningetjes moet oplossen. Ik heb jullie dit net allemaal in het filmpje al verteld. Deze oefeningetjes leg je nu met de blokjes op de plaatswaardekaart en je probeert die met de blokjes op te lossen. Je mag ook altijd nog eens de oefeningetjes maken op de eierdoosbeelden. Veel succes allemaal!